Wat moeten we nu doen? Maak je geen zorgen. Nina weet echt niks. Weet je dat zeker? Natuurlijk. Anders had ze net wel iets gezegd toen Luna erbij stond. Goedemiddag, mevrouw. Wat willen jullie? Er zijn storingen gemeld in deze aanleg, dus we komen uw kabelaansluiting eventjes controleren. Wat vreemd, weet ik niks van. Wie belden jullie? Is dit het huis van Sharon? Sharon Benton. Ja, dit is de villa van signora Sharon Benton. Maar niemand heeft de storingsdienst gebeld. Dame. Zeg maar mevrouw. Oh, natuurlijk. Maar weet u, mevrouw, wij zijn van de kabels. En we weten precies wanneer een kabel wel of niet werkt. Zonder dat iemand ons daarvoor hoeft te bellen. Dat is heel gek. We verrichten momenteel werkzaamheden in deze hele wijk. En de omgeving. Ja. Dus mevrouw, kijk u zelf maar. Daar staat ons busje. Nou. Ja, daar. Oké, ik zie het. Kom maar binnen. Ik snap de vraag 4 niet helemaal. Jullie deden het toch samen? Vraag het maar aan Jim, zij zal het wel uitleggen. Vraag het maar aan Jan. Wat is er? Jim heeft gelogen. Ah, hou op. Zeg maar tegen haar dat ze niet wil luisteren. Zeg tegen Jim dat ik het al weet hoe het zit. Dat mijn ex-beste vriendin me verraden heeft en dat ik nu geen partner heb. Zeg dat maar aan haar. Ik snap het niet. Wat is het probleem? Heel eenvoudig. Ze hebben ruzie omdat ze allebei met mij willen rolschaatsen. Doe normaal. Jongen! Rustig, dames, rustig. Ik snap best dat dit moeilijk is. Iedereen wil rolschaatsen met de nummer 1. Ik ga dus echt niet rolschaatsen met iemand die zichzelf de nummer 1 noemt. Oké, goed, bedankt. Parapapa. Wat is er? Je kijkt niet zo tevreden. Je zou juist moeten jagen, want de partner die jij hebt is een geniale gast. Hoppa! Deze kant op. Dank u. Waar gaan we heen? U zei toch dat u de kabelaansluiting kan controleren? Jazeker. Ja. Nee, absoluut. De kabels gingen we controleren. Ja. Dus daarom zijn we moeten eerst de eigenaar van het pand. Ja, precies. Wat hij zegt. Waarom moeten jullie signora Sharon spreken? Omdat de kabel op haar naam staat. Tuurlijk, we kunnen niet zomaar een aansluiting gaan controleren zonder toestemming van de eigenaar, toch? Precies. Toestemming voor wat? Ik begrijp er niets van. Oké, daar zit ik voor uitleggen. We kunnen niet zomaar alle kabels hier gaan controleren omdat ons dat... Flappy! Nee, we moeten eerst bij de eigenaar van het pand checken welke kabels goed functioneren en welke niet, toch? Ik begrijp het, maar ik weet niet waar signora Sharon is. Oh. Maar goed, kom. Als u de kabelaansluiting wilt controleren, dan moet u denk ik buiten zijn. Daar hangt volgens mij ook nog een kabelkar. En anders zijn... de aansluitingen waren. Oké. Ja, het kabel gaat zeker. Ja. Waar is uw gereedschap? Is het niet? Wat zeg je? De kabel, ik dacht bijna. Nee. Dat ligt de baas. Ja, dat nemen we mee. Dat is waar u is. Flappy. Dan gaan we wel even in de schuur kijken of daar wat gereedschap voor u ligt. Aha. Loopt u maar mee. Als wij ons geld eenmaal hebben, dan koop ik ook zo'n villa. Nee, ik wil een grote. Maar dat is ja. Ik denk dat dit dat een beetje praktischer is. Wat dacht je van? Wat dacht je van een butler? Zo'n robot-butler. Een robot-butler? Ja, om schoon te maken. Nee, een kaartspelletje mee te doen. Dat is ook best wel lastig kiezen, hè? Mooi vloer hebben jullie gelegd hier. Ja, die vloer is heel hard. Hard. Heel hard. Heel sterk. Warm. En apart. We zouden naar de schuur gaan. Mogen we mee? Zeker. Ja, gaat u voor.